Nou, mijn naam is Ed Lommersen, 66 jaar. Deze reis gaat van de Canarische eilanden naar de Kaapverde. Afstand kleine 900 mijl. Donderdagavond vertrokken. En ik hoop nu donderdagavond in de buurt van Mindelo te zijn. En dan door naar Palmyra. Komt de andere kapitein, andere crew. En dan gaan ze nog 12 dagen eiland hoppen. Het is natuurlijk een vrijwilligersorganisatie, dus het is een komen en gaan van mensen die telkens wisselen. En voor mij is eigenlijk het leukste ook dat ik dus gewoon het beroep wat ik eigenlijk al mijn leven uitgevoerd gedaan heb, ook hier nog een klein beetje door kan zetten. Want zoals gezegd ben ik met gepensioneerde loods, terwijl ik dit dan eigenlijk het varen nooit een hekel aan varen gehad heb. En mijn vrouw noemt dat altijd dan, af en toe moet je even een zoute bek halen. Dus dat doe ik nu. Ja. Ik ben Eke en ik ben 24 jaar oud en ik ben hier kwartiermeester aan boord, aspirant kwartiermeester. Dus ik ben nog in opleiding. De kwartiermeester die begeleidt eigenlijk een groep passagiers aan boord. Dus passagiers die aan boord komen worden ingedeeld in drie groepen en die draaien mee in de wacht. De kwartiermeester die heeft de leiding over zijn wacht, dus die geeft uitleg wat er allemaal moet gebeuren. Nou, ik ben als opstapper ook een keer mee geweest. Toen ben ik aan het eind van die reis gevraagd om bemanningslid te worden. Dus ik had geen idee dat dat kon, maar het was een hele leuke verrassing. Ja, ja, ik weet niet. Ik heb wel gemerkt dat ik het heel leuk vind om leiding te geven. Dat ik dat misschien buiten de eendracht ook wel wil gebruiken, zeg maar. Dat, aan het begin van een reis de passagiers zijn altijd. Heel veel mensen komen hier in een eentje aan of met z'n tweeën. En dan zijn ze nog een beetje onwennig. En de eerste dag en alles is nieuw. En dan is het eigenlijk op dag twee al goed. En dan heb je je eigen wacht. Dat is al heel fijn, zo'n clubje. Langzamerhand ga je ook met mensen uit de andere wachten. En uiteindelijk wordt het gewoon één grote gezellige groep. En dat is, dat. Ik ben Guido Spits, scheepsarts op de Eendracht. Sinds een jaar of drie. Ik heb een reis of vijf gemaakt, zowel op de Noordzee als in het Caribisch gebied. En ik ben huisarts geweest en sinds 2012 met pensioen. De zeeziekte heeft te maken met je evenwichtsorgaan. Dat is een orgaan achter je oor, wat geprikkeld wordt, zowel door bewegingen van een schip als in een auto. Het is hetzelfde als andere reisziekten, want dat is eigenlijk waar het onder valt. Je kunt het ook krijgen als je met de achtbaan in een pretpark heen en weer gaat. Het is allemaal dat je niet je evenwichtsorgaan op een gegeven moment niet meer weet van wat boven en onder, links en rechts is. En daar krijg je allemaal klachten van. Daar kun je misselijk van worden, je kunt er duizelig van worden. Maar meestal lukt het in een dag of twee, drie om iedereen van de problemen af te helpen. Ik ben Michiel, ik ben 24 jaar. Ik ben de opstapper op de Eendracht. Ik zeil mee, ik doe de vaatwas eigenlijk, of met de was helpen, schoonmaken, eigenlijk allemaal klusjes die op een zeilboot gedaan moeten worden. Het leukste vind ik het zeilen. Vooral zoals nu, tot het een beetje heftig wordt. Geen stil water, maar mag een beetje actie zijn. Ik ben bij de Eendracht gekomen via, klinkt heel stom, via Google. Ik vond altijd wel watervakanties wel leuk. En ik zag op een gegeven moment dat er in Harlingen tall ship races waren. En zo ben ik kijken welke boten daar waren en wat je kon doen. En ik zag dat je via de Eendracht gewoon een kaartje of een pas kon kopen om mee te gaan. Heb ik gedaan en zodoende
ben ik mee gaan varen. Hier! Anna, hier komt een vogel! Vuurbord! Oh ja, hij is wel mooi. Tegenlicht. Nee, die is helemaal verslaafd en verslingerd aan vogels en ik denk zoogdieren weet hij heel veel van. En die rent hier op het schip rond met zijn camera om elke vogel aan boord of die langsvliegt op de foto te krijgen. Tot helemaal ik er gek van wordt. En tot het eigenlijk heel leuk is om in één keer een vogel te zien die normaal denkt, hey, leuk vogeltje. Hij heeft een rood puntje aan zijn snavel. Ik ben Dien Katron en ik ben 19 jaar. Ik help de kok en assisteer hem in het kombuis. Eigenlijk kan dat heel erg variëren. Met de ene kok vaar je en dan ben je constant aan het voorsnijden, spullen voor hem aanpakken. Een ander vindt het leuk om een beetje te experimenteren in het hoe ver ben je, wat kan je. Het verschilt natuurlijk ook per reis. Dus als deze tocht, nou, dan heb je weer een zeeën van tijd om een beetje verder te kijken dan wat je kan. Dat is wel heel leuk. Door middel dat ik met mijn moeder naar de pier in Hoek-Voorland was gegaan. En eigenlijk geen idee hebben van wat je nou gaat doen. Ik zat op een Graafse Zee in Rotterdam. En ik had niet echt de mentaliteit van 8 tot 5 gaan werken. Dat zat er gewoon niet in. En ik had het niet echt naar mijn zin. Toen vroeg ik aan mijn moeder van, nou, hoe zit het eigenlijk met de schepen? Heb je daar iets van een opleiding voor nodig? Of hoe werkt dat? Nou, toen zijn we naar een open dag eigenlijk gegaan in Rotterdam, naar het SSC. En daar hebben we gewoon een dag rondgelopen en het is goed bevallen. Ja, eigenlijk de structuur in het hele kunstenaarsleven is gebaseerd op ofwel naar een soort grafisch design, wat heel erg leuk is, maar je zit wel in een 8 tot 5 baan op kantoor binnen. Of je gaat de kant op echt naar kunst, echt de kunstwereld. Dat was weer heel erg vrij. En als je in zo'n kunstwereld terechtkomt, dan heb je niet echt structuur. Dus net zoals te wachten, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Break it down, grab a mic, kill the stage. Yeah, second nature now. Mama said I'm making.